Hoi, leuk dat je kijkt. Als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ik graag gekke en gehypte dingen uitprobeer. Dit is er één van de AliExpress. Deze is van het merk Images. Hij staat ook wel bekend als de Mushroom Head Foundation. Dus als je dat opzoekt op AliExpress, dan kom je deze zeer waarschijnlijk tegen. Maar ik ga hem er even uithalen. Dit is de mushroom. Heeft een beetje de vorm van een paddenstoel. En is gewoon een make-up sponsje op een kunststof dingetje. Dit doosje zit erin. Is op zich wel een mooi doosje. Hier zit nog wat op. Ik zie al wat foundation hier zitten bovenop. En er zitten allemaal kleine gaatjes in. Ik weet niet of dat te zien is op video. En de foundation zit hier dan in dit potje. Dan moet je deze hierop stempelen, soort van. En dan komt er dus foundation uit die gaatjes die hier bovenop zitten. Ik ga ze er eens op drukken. En dan kun je het beter zien. Als je hem dus indrukt, dit ding, dan komt de foundation in de gaatjes naar boven. Nu ga ik hem dus echt even uitproberen. Dus ik pak mijn paddenstoel. Ik weet ook niet precies hoeveel ik nodig heb. Dus ik begin maar met een beetje. Hij ruikt niet heel sterk. Je hebt niet veel nodig, merk ik al. Hij dekt best wel goed. Dit is wel een beetje een lichte kleur. Nou heb ik ook een lichte huid, dus dat is niet zo erg. Als je een iets meer donkere huid hebt, dan is deze wel te licht. Maar volgens mij kon je ook wel kiezen uit verschillende kleuren hoor. Hij dekt wel mooi, hij maakt je huid wel mooi egaal. Ik vind hem wel heel vettig, heel... Hij heeft geen matte afwerking of zo. Hij blijft gewoon wel heel vettig. Je ziet het ook helemaal glimmen, dus dit zou je moeten afwerken met een poeder. Nu ga ik voor de tweede dip. Dus ik pak even mijn doosje en ik druk gewoon even met die stempel erop. Kijken wat er dan gebeurt. Oh ja, kijk. Dan zie je dat patroontje ook gewoon heel goed. Nou, dit patroontje, dat zit dus hierop. Dat is het patroontje van die gaatjes die erin zitten. Nou, ik vind het toch wel grappig eigenlijk. Nou komt er niet superveel uit. Dus ik ga gewoon even een paar keer dippen, denk ik. Kijk, dit glimt echt ontzettend hier. Misschien voor mensen met een hele droge huid is dat juist wel fijn. Dat het een beetje vettig is, maar ik heb geen droge huid. Dus daarom heb ik het liefst altijd een beetje een matte afwerking. Dat was het. Het zit erop. De foundation dekt goed.
Het is een vrij lichte kleur. Ik denk dat ik de lichtste heb. Dus als je een iets meer donkere huid hebt, dan zou ik niet te licht gaan. Want het is dus best wel een lichte kleur. Hij dekt goed en het brengt ook makkelijk aan. Je duwt gewoon je paddenstoel in het ding en je kan meteen je gang gaan. Dus dat vind ik wel heel makkelijk. Hij is heel gemakkelijk in gebruik. Voor mij is die iets te vettig. Hij blijft ook helemaal glimmen, dus ik zou er zeker nog een poeder overheen doen. Het komt in een mooi doosje en je krijgt zo'n mooi patroontje op je stempel. Het is gewoon weer eens wat anders, dus in dat opzicht vind ik het wel een leuk en grappig product. En hij doet op zich wel wat hij moet doen. Hij dekt gewoon wel je oneffenheden weg. Dus ja, niet verkeerd. Ik heb er nog even poeder overheen gedaan en dan ziet het er zo uit. Het is mooi egaal en hij glimt nou ook niet meer zo. En toch komt die glow er wel een beetje doorheen. Dus eigenlijk geeft dat ook nog wel een mooi effect. Dit was mijn review van de Mushroom Head Foundation. Ik doe een heleboel reviews op mijn kanaal, dus als je het leuk vindt kun je abonneren. En dan zie ik je weer bij een andere video. Doei!